Goedendag, mijn naam is Jos Aert. Vraag Eckingsproef juli 2016. Ik geef een middelgetij. N plus 1 is dus Q, maar A te AN, waar I de Q is, de reden. Som van drie polynomiale elementen is 7 achtste van de volgende term. Wat is de waarde van de Q van de reden dan? Wat is een middelgetij betekent? Als je begint met A, volgende moment is dan Q mal A, de verbinding van de Q. Volgende is dan Q mal A, dus Q kwadraat mal A. En de volgende term is dan Q tot de derde A enzovoort. Nu zeggen we de som van de volgende termen, deze plus deze, is gelijk aan 7 achtste van deze term, dus 7 achtste van deze term hier. Ja. Nu merk je, in elke term komt een a voor, dat is het type van meetkundigheid. Die kun je wegdoen, dan hou je over 1 plus q kwadraat is gelijk aan 7 achtste q tot de derde. We gaan die oplossen naar q, dat is een vergelijking in q te oplossen. We gaan eerst alles aan de ene kant schrijven, krijg je 7 achtste q tot de derde min q kwadraat min q min 1 is 0. Ja. Nu is dat 7 achtste, we gaan die proberen weg te werken door alles van de met 8, krijg je 7 q tot de derde min 8 q kwadraat min 8 q min 8 is 0. Ja. Deze vraag gaan we oplossen om te vinden welke de waarde van de q is. De nulpunt van die oplossing is uw q. Dus hiervoor, als je x is 1 invult, krijg je 7, min 8, min 8, min 8 is niet 0. Dus de waarde 1 en min zijn zeker geen oplossingen. Dus voor 100 kan je direct beginnen met 2. Dus begin je met de waarde 2 voor 100. Vul 2 in, dan krijg je 7, min 8, min 8, min 8. Ja. Dan werk je 2, 7 hier, wordt gewoon 7. 7 maal 2 wordt 14. Dan heb je 6. 6 x 2 is 12, heb je hier 4, en 4 is 8 tegen 0. Dus 2 is uw eerste waarde, zeker. Maar even kijken of deze vergelijking geen echte oplossing geeft. 7 kwadraat plus 6x plus 4 is 0. Ja, dan t is dan 36. 6 kwadraat min 4 is 36, min 4 x 4 is 7. Ik ga nu te werken, dat is duidelijk kleiner dan 0. Dus is geen echte oplossingen. Dus even, maar één oplossing is namelijk q gelijk aan 2. Dat is antwoord C in je lijst, C gelijk aan 2. Nu de aandacht.